Afgelopen weekend heb ik even geoefend, omdat we dus de loting kregen. Ik moest de roest van de punten van de pijlen afhalen en dat, ja, dat helpt natuurlijk niet mee. Wim en Maarten, zijn jullie er een beetje klaar voor? Ja, absoluut. We hebben lekker staan in te gooien. We gaan het helemaal maken vandaag. Want jullie moeten wel tegen toppers, hè Maarten? We moeten inderdaad tegen toppers. Het is ons niet helemaal onbekend. Alleen een beetje gezonde spanning hoort er wel bij. En ja, we gaan gewoon zien wat het wordt. It's Jelle Klaassen en Chris Landman at the moment. And they're 2-0 up. Want jullie moeten tegen Jelle Klaassen en... Chris Landman, en dat is ook geen slechte speler. Die hebben een beetje nagekeken wat hij gooit. Gooit ook gemiddeld tussen de 90 en de 100 met drie pijlen. Nou, dat gaat ons net niet lukken. Dus dat, we staan echt tegen toppers te gooien. You see it on the averages for Beveren and Bell. It's nice to play the first round against the two big players from the Netherlands. Jelle is here on double 19 for the match. Hoe bereid je je dan voor op zo'n wedstrijd? Niet. Net alsof we op andere wedstrijden voorbereiden. Nee, je staat gewoon lekker je pijltje te gooien. En we zien wel hoe ver we komen. Kijk, je weet eigenlijk van tevoren dat je van de baan afgeveegd wordt. Afgelopen weekend heb ik even geoefend, omdat we dus de loting kregen. Ik moest de roest van de punten van de pijlen afhalen. En dat, dat helpt natuurlijk niet mee. So Landman for double 8. No, still not in. So Jelle, his double 8. And Jelle Klaassen and Chris Landman will go through to the next round. For Beveren and Bell, it was a nice experience to play on the TV lanes, but Klaassen and Landman was a bit too big. Jongens, hoe ging het? Ja, fantastisch. Ik heb lekker ontspannen staan te gooien. Nee, ik ben wel tevreden, ja. In het begin gooi je op een gegeven moment voor de bullseye, wie er begint. En ik gooide de eerste keer in de single bull, het groene vakje zeg maar. En Jelle Klaassen die gooide ook in datzelfde vakje. Dan mag hij weer en daarna ik weer. Gooide ik hem in de bullseye. Dus ik kan zeggen dat ik vandaag wat gewonnen heb van Jelle Klaassen. Hè? Wie kan dat zeggen? Waren het moeilijke tegenstanders of was het eigenlijk kat in bakkie? Ja, ik denk dat wij het geluk hebben dat we de tv-banen mogen en Chris en ik zijn allebei wel wat gewend. En dan zie je dat de tegenstanders vaak wel wat zenuwachtiger zijn. Dus ik denk dat we een beetje geluk hebben met het scenario. Morgen dan speel je allemaal voor je eigen, dan is het gewoon de singles, dan is het voor het echie. En dan heb ik iemand die minder bekend is, dus misschien iets meer kans. En voor hetzelfde geld dan doe je het morgen wel heel goed. Het is allemaal, je moet er ook een beetje in komen natuurlijk. Ja. We gaan wel de feesttent in, Maarten. We gaan wel de feesttent in, Wim, absoluut. Laten we dat doen. RTV Drenthe.